Ik had poos geleden had ik iemand die zei, ik heb zo te maken met angsten die ik helemaal niet kan begrijpen. En ze zei van ja, ik kom uit een familiesysteem waar in het verleden mensen tot slaaf gemaakt waren. Maar dat ze zei ook tegelijkertijd in het familiesysteem waren ook slavenhandelaren. Die hoorden ook bij dit betreffende familiesysteem. En daar voelde je meteen een hele spanning in die opstelling ontstaan. Die ook nog, dus zoveel generaties daarna, nog op de schouders kan drukken van een persoon die anno 2023 leeft. Welkom bij aflevering 43 van Barberio Podcast. Een aflevering waar ik lang naar heb uitgekeken. Vandaag heb ik de gast Els van Stijn van De Fontijn. En jij bent systemisch coach. Welkom. Dankjewel. We hebben elkaar eerder dit jaar gezien bij een familieopstelling. Mm-hmm. Misschien weet niet iedereen wat het precies inhoudt. Mijn leven heeft het in ieder geval deels veranderd. Klinkt misschien als een... als een zwaar beladen iets, maar het is toch echt wel een heel belangrijk puzzelstukje geweest in het ontdekken wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe. En ik gun dat andere mensen ook enorm. Voor de mensen die jou nog niet kennen, wil ik jou heel graag presenteren aan de luisteraars. En lekker met jou in gesprek en eens kijken wat het hen kan brengen. Dus nogmaals welkom en super fijn dat je er bent. Nou, dank voor de uitnodiging. Mooi om te merken dat je zelf al zegt dat het systemisch perspectief al iets goeds bij jou ook teweeg heeft gebracht. Gewoon door één dag aanwezig te zijn. Ja, enorm. En we hadden het er net al even over. Er zijn wat dingen die gebeuren in een leven die echt heel erg als traumatisch bestempeld kunnen worden. En er zijn best wel veel mensen die uit een liefdevol gezin komen en eigenlijk verwachten dat daar niets te halen valt. Maar dat is ook niet helemaal het geval, hè? Nou, wat je definieer wat te halen valt. Ieder mens die is wat hij gewend is, dat vindt hij gewoon. Dus sommige mensen die krijg ik wel eens in mijn praktijk als coach. En die zeggen van, nee hoor, prima jeugd gehad. En als je even doorvraagt, dan denk ik van, dat kan best pittig geweest zijn. Maar wat je gewend bent, dat vind je gewoon. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet in een onderstroom nog een bepaald effect kan hebben. En ouders zijn ook weer een product van hun ouders en van hun ouders en ook van de tijdsgeest. En dat heeft gewoon een invloed op mensen. En dat en welke systemische invloed op jou van toepassing is, dat kunnen we zichtbaar maken in een familieopstelling. Ja, en dat wordt dan systemisch werk genoemd. Voordat ik daar dan de vraag heb wat dat precies is. Heb jij enkele voorbeelden om gelijk heel tastbaar te worden die waarvan jij zegt, wat jij nu vertelt, dat is toch best wel iets waar je wat mee moet. Wat mensen mee hebben gemaakt, die je dan spreekt. En mensen die denken van, ik heb niet zo heel veel meegemaakt vroeger. Wat zou dan in jouw geval, of wat zijn wat voorbeelden misschien die je kunt noemen? In eerste instantie hangt het af van of mensen ergens last van hebben of niet. Maar het kan zijn dat iemand bij me komt met een patroon die altijd mot krijgt met dominante mannen. Ik noem maar even iets. Mm-hmm. Of iemand die niet in staat is om een liefdesrelatie langdurig in stand te houden. Of iemand die altijd te maken heeft met energielekken. Of iemand die altijd weer pech heeft, waar ook over gesproken wordt. Jeetje, dat heb jij weer. Dat jij weer zoveel pech moet hebben. Dus daar zit een patroon in wat te veel daarmee te maken heeft. En vooral als het dus een hardnekkig patroon is en je hebt er voldoende last van, dan en de geëikte middelen die werken niet, dan is het handig om eens een keer systemisch te gaan onderzoeken of daar nog mogelijke belasting op jou rust. Ja, dus eigenlijk alle patronen die zich herhalen. En dan vooral negatief, want dan zullen ze misschien niet zo snel bij jou komen voor systemisch werk. Ja. En wat houdt het dan precies in? Ik heb het natuurlijk zelf mogen ervaren, zal ik zo misschien wel even kort wat over vertellen. Maar wat is het precies nu jij dit al best wel vaak hebt mogen vertellen? Is het natuurlijk heel interessant hoe je dat nu dan gaat presenteren. Maar wat is systemisch werk precies?
Ja, als mens ben je veel meer verbonden met jouw familiesysteem van herkomst, je biologische systeem van herkomst, dan je zelf door kan hebben. Met je ratio kan je heel erg logisch bedenken waarom dingen zo zijn gegaan. Maar toch zit daar vaak in de diepte van een systeem, zitten daar nog hele andere dynamieken dan je met je hoofd ervan gemaakt hebt. En dat kunnen we dus zichtbaar maken in een familieopstelling. En die dynamieken die we daar zien, die bepalen eigenlijk ook de patronen in je huidige leven. En als je dus op dat vlak daar in staat bent om iets te veranderen, dan zul je ook over het algemeen een effect in je dagelijkse leven merken. En dat zorgt gewoon voor een hogere kwaliteit van leven. Ja, heel bijzonder. Ik heb het zelf mogen ervaren eerder dit jaar. Eigenlijk is het zo dat je in een groep verzamelt en waar jij of een van jouw collega's de dag verzorgt. En het is echt een lange dag, en het is van ochtend tot einde middag. Ja. Lunch tussendoor. Mm-hmm. En er is een groep van echt de hoofdpersoon als het ware. En een groep representanten. Dus de mensen die eigenlijk puur alleen een soort van bijrol hebben die noodzakelijk is om de dag te volbrengen. Ja, eigenlijk in andere woorden, van op zo'n dag doe ik meestal 6 mensen die een vraag inbrengen. En dat kan dus zo'n een patroon wat zo hardnekkig is om te doorbreken, een thema, een ander vraagstuk. Dus 6 mensen brengen een vraagstuk in en de rest van de deelnemers die staan dan ten dienste van die opstelling van de anderen. Want we gaan hen dan gebruiken als element van hun familiesysteem en het vraagstuk waar ze mee komen om te onderzoeken wat zit daar nou. Dus zo kan ik iemand vragen van, dus ik ga eerst dan, hou ik even iemand die komt dan naast mij zitten en dan ga ik een aantal vragen stellen van joh, waar loop je tegenaan? Wat zijn er nog voor dingen gebeurd in jouw familiesysteem die wellicht mogelijk relevant zijn? Dus nou, het kan te maken hebben met vroeg overlijden van dierbaren. Het kan te maken hebben met gescheiden ouders. Het kan zijn dat er iets in de oorlog gebeurd is. Of dat misschien opa en oma de kant van de Duitsers gekozen hebben in de oorlog. Of het kan iets heel ontastbaars zijn. Pas geleden had ik iemand die zei, ik heb zo te maken met angsten die ik helemaal niet kan begrijpen. En ze zei van ja, ik kom uit een familiesysteem waar in het verleden mensen tot slaaf gemaakt waren. Maar dat ze zei ook tegelijkertijd in het familiesysteem waren ook slavenhandelaren. Die hoorden ook bij dit betreffende familiesysteem. En daar voelde je meteen een hele spanning in die opstelling ontstaan. Die ook nog, dus zoveel generaties daarna, nog op de schouders kan drukken van een persoon die anno 2023 leeft. En dat is juist het mooie ervan. Zo'n opstelling maakt dus zichtbaar welke systemische belasting op jou rust. En dat is echt vaak anders dan je bedenkt. Want soms heb je ook wel eens iemand, een voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld een opa en oma die in een vernietigingskamp in de Tweede Wereldoorlog heeft gezeten. En dan dan is dan het kleinkind ondertussen, die generatie, die komt dan bij me. Ja, mijn patroon heeft vast te maken met de oorlog van opa en oma. En dat klinkt best aannemelijk. En natuurlijk heeft dat een impact op dat hele familiesysteem. Maar het kan net zo goed iets anders zijn. Het kan zijn dat er misschien in de generatie van vader en moeder misschien heel veel kinderen zijn geaborteerd of miskramen of iets dergelijks, waar onvoldoende om gerouwd is. Ja, dan blijkt dat het te zijn. Terwijl ze denken, het heeft met de oorlog te maken. Maar de vraag is, welk systemisch lot iemand heeft? En daarvoor werkt een opstelling zo mooi om dat helemaal bloot te leggen. Dus dan heb je op een gegeven moment allerlei elementen. Dus vaders, moeders, opa en oma's. Misschien de brand of weet ik veel wat er gebeurd is. Stellen we dan op. Mm-hmm. En dan gaan we dus eerst een diagnose stellen van wat is nou jouw systemische belasting? Dus niet eentje die je met je hoofd ervan gemaakt hebt, maar die echt werkelijk het geval is. En die lichamen laten dat dan ook gewoon zien van, ja, maar dit rust niet op jou. Dit is eerder een patroon wat bij iemand anders misschien in je familiesysteem hoort, maar niet bij jou. En na die diagnose gaan we dan kijken welke interventies we kunnen doen om dat patroon mogelijk te doorbreken. En als je dat weet te doorbreken op een bepaalde manier, dat patroon gaat zich vervolgens herhalen in je dagelijkse leven. En dan kan er echt iets anders ontstaan.
Ja, want dat zie ik dan hier weer heel veel terug. Hè, dat veel mensen willen aan oppervlakte gewicht kwijt. Of een betere relatie met voeding. Een betere relatie met trainen en bewegen. Ja. Hebben veel stress of slapen niet goed. Ja, en soms is er dus meer voor nodig dan puur alleen aan de oppervlakte werken. Want dan kun je wel een dieet gaan volgen. Maar ergens is dus ook een kernovertuiging dat, ja, dat iemand zich niet goed voelt. En ja, die diepgang die probeer ik ook steeds meer te zoeken met mensen. En dit is dan ook één element dat ik af en toe... Ik doe dit zelf absoluut niet. Maar om in ieder geval ze aan te raden om jouw boek te lezen. Als ze boeken lezen. Of in ieder geval een podcast te luisteren. Of nog beter is het een dag als representant in ieder geval gaan opdragen bij jou of bij jouw collega's. Want dat is echt, ja, ik ben er zelf bij geweest en ik ben zelf best wel een nuchter persoon. En ik wil echt eerst zien dan geloven. En ja, ik was daar ook als representant en op een gegeven moment had ik dus ook een... ik mag daar vrij over vertellen hoe zeker, dat gaat. Ja. Ja. Als het over jezelf gaat, niet over de opstelling van de anderen. Nee. Maar over jezelf mag je zeker praten in ervaringen. Dus op een gegeven moment zit iemand naast jou en jij gaat daarmee in gesprek. En de problemen komen naar voren en dan kies jij dus mensen uit dat familiesysteem. En ik was volgens mij dan... Ik had de rol volgens mij van een vader, dacht ik. En dan moet je opstaan en dan moet je dus laten leiden door je benen. En ik dacht, ja, dit wordt wat voor mij. Dit is, ja, ik weet niet of ik hierin meega. En ik voelde toch een bepaalde kant. En mensen die mij goed kennen, in het begin ben ik nogal best wel verlegen. En ja, ik werd echt een kant, een soort van geleid. En ik sta zo recht voor iemands neus die daar gewoon in die kring zit. Ik dacht, shit. Ja, dit zou ik niet, dit is niet gespeeld of niet geacteerd. Nee. Dus ik werd echt met mijn rug naar de persoon in kwestie gedraaid, over wie het ging, die geholpen wilde worden. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder dat ik merkte ook gewoon dat iedereen echt een plek innam. Ik dacht, ja, dit is wel heel bijzonder hoe dat dan werkt. En aan het einde, ja, bizar hoeveel mensen echt gewoon opengebroken waren. Vooral ook de stoere mannen, waar ik mezelf dan ook wel onder schaar. Mm-hmm. Valt eigenlijk wel mee, hoor. Maar in ieder geval zie je wel gewoon echt de mannen die gesloten en echt gewoon stug binnenkwamen. En ik dacht, ja, ik ben wel heel benieuwd. En later, ik was echt verbaasd over hoe mensen dan echt weggingen en hoe goed geholpen ze waren. Dat was echt wel heel bijzonder. Dus ja, dat zou ik zeker iedereen aanraden. Maar ik ben ook wel heel benieuwd, hoe is dit zo op jouw pad gekomen? Ja, waar heb je deze kennis en informatie vandaan? Hoe is dit op jouw pad gekomen? Nou, eigenlijk door zelf ook gewoon te struikelen tegen patronen bij jezelf aan te lopen. Van je denkt van, dit klopt niet helemaal, ik moet met mezelf aan de slag. Dus. En uiteindelijk heb ik ook een carrière switch gemaakt. Ik heb van oorsprong de hogere hotelschool gedaan. En daar was ik al gefascineerd door gedrag van mensen. Waarom doen mensen wat ze doen? En soms vertonen ze ook gedrag wat ze niet willen vertonen, maar ze doen het toch. En daar ben ik toen steeds meer in gespecialiseerd geraakt. Dus ook in samenwerking en leadership trajecten. Maar iedereen neemt altijd zijn familiesysteem mee. Ook als ze bij jou hier komen trainen, nemen ze zelfs hun familiesysteem en hun patronen nemen ze mee hier naar de sportclub. En op een gegeven moment merk je dat je met cliënten bezig bent. En dan denk je van, ja, maar ik kom er niet door. Waarom? Ik weet dat iemand wil. Ik weet dat iemand in de basis kan. Maar waarom lukt het dan niet om op het essentiële moment daar te staan, dat succes te oosten? Is iemand zich aan het saboteren? Waarom gebeurt dat? Nou, zodoende ben ik steeds dieper gaan zoeken van waar dat zit. En dan kom je op een gegeven moment toch uit bij je familiesysteem van herkomst. En hoe jij dan met je innerlijke houding in die onzichtbare fontein staat. Want dat is de metafoor die ik gebruik voor je familiesysteem. Waarbij je dan een fontein hebt met verschillende bakken met water. En elke bak staat voor een generatie. En jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders, in volgorde van geboorte, met halfbroers, halfzussen, geen stief, miskramen, geaborteerde kinderen, alle kinderen die de vader of opa's nog gemaakt hebben zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Iedereen die hoort bij dat familiesysteem. En als je daar met je innerlijke houding gaat staan, dan blijkt dat patroon zich ook in de goede doen te gaan herhalen in je dagelijkse leven. En zodoende
merkte ik dat... ik had gewoon cliënten, zakelijke cliënten bij me. Die zeiden van, ja, ik heb altijd moed met mijn bazen als ik aan het werk ben. Ik kan echt geen autoriteit boven me verdragen. Nou, vertel eens even iets over je vader. Nou, als je daar een issue mee hebt, dan kan je gewoon uittekenen... Dat zich vanuit het familiesysteem manifesteert. Maar dat patroon, dat herhaalt zich dan in je dagelijks leven. Dus als je het in je familiesysteem aankijkt, dan heb je het eigenlijk al meteen een hele goede stroming tot stand gebracht, ook in je dagelijks leven. Ja, ook als je dus die voor je gevoel hele prettige jeugd hebt gehad, een heel liefdevol gezin hebt gehad, dan ook is het nog nuttig om dat gewoon even dan te positioneren. Nou, alleen het is vooral nuttig op het moment dat je toch ergens merkt van dat je toch ergens tegengehouden wordt om je leven echt vol te leven. En de twee, dus dat is eigenlijk, dat is de belangrijkste reden. En de tweede reden, die voor mij persoonlijk zelf heel erg belangrijk is, van stel dat je kinderen gaat krijgen. Kinderen die nemen al het onverwerkte en het onopgeloste van de vorige generaties, nemen die over. En ik heb zelf, mijn missie in het leven is geworden om volgende generaties systemisch schoner te krijgen. Want daarmee kunnen ze hun eigen leven gaan leven. Want op het moment dat je niet met je innerlijke houding op je eigen plek in die fontein staat, dan ben je behoeftig. En die behoeftigheid, die ga je claimen bij een partner, die ga je claimen bij een werkgever, die ga je claimen bij een overheid, maar ook je kinderen. Een baby kan al voelen of jij wel of niet op jouw plek in de fontein staat. Dus moet je je voorstellen wat je een voorsprong aan zo'n kindje geeft als je zelf met je eigen thema's aan de slag bent gegaan, en het liefst je partner ook, dat jullie al heel goed op jullie plek in de fontein staan. Dan is dit kind al zoveel beter in staat om vrij het eigen leven te gaan leiden. En dat zul je merken in spierspanning, dat ze minder energielekken hebben. Dus dat heb je zelf in de hand. En bepaalde systemische aspecten waar ik toen straks ook over had, van ja, misschien nog van generaties erboven van de slavernij en dergelijke, ja, dat kan nog steeds een rol spelen. Maar als jij daar als ouders al heel stabiel ertussen staat op jouw plek in de fontein, dan is dat kind al weer veel beter in staat om eigen leven te leiden. Nou, en dat is wat mij heel erg drijft en wat mij heel gelukkig maakt. Ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk wat je zo beschrijft. Want ja, jij bent er ook open over geweest. Je hebt echt behoorlijk wat miskramen gehad. En hoe is dat dan voor jou geweest om dan die familiesystemen zo vaak opnieuw weer erbij? Want het zijn er een hoop geweest, als ik het goed heb. Ja, ergens in de 30. We zijn de tel helaas kwijt. En uiteindelijk leeft er geen één. Maar we hebben dus wel onder ons de kindsbak onder mij en mijn echtgenoot, ja, daar wemelt het dus van de niet geboren kinderen. En ja, ieder mens die heeft ergens thema, vraagstukken. En dit is mijn pijnpunt waar ik mijn antwoord op heb moeten vinden, ook op andere dingen, maar dit was er ook eentje. En opstellingenwerk heeft me heel erg geholpen hierbij. Want ik ben ook in het verleden ook heel veel als representant heb ik in opstellingen gedaan. Dus dan werd ik altijd, werd ik op een gegeven moment gevraagd van, Els, wil jij voor de moeder staan? Nou, dan liet ik me leiden door mijn benen, ging ik ergens staan. En ik voelde alweer dat ik naar de grond getrokken werd, dat de tranen over mijn gezicht begonnen te biggelen. En dat ik koud en rillerig was. En dan werd er even nagevraagd gedaan bij de cliënt van, wat weet jij van jouw moeder? Die was inderdaad toch wel altijd verdrietig en die bleek dan ook heel veel miskramen te hebben. Dus je wordt om de een of andere reden eigenlijk altijd wordt je uitgenodigd voor representantenrollen die iets over jouw thema zeggen. En doordat ik dat thema, doordat ik steeds in die opstellingen terecht kwam, heb ik het eigenlijk ook echt helemaal in mijn lichaam verwerkt. Want verwerken doe je op twee niveaus. Je doet het rationeel, je maakt er een logisch verhaal van, wat voor jou verklaart waarom het zo gegaan is. Dat is deel 1 van de verwerking. En deel 2 van de verwerking is ook in je lichaam. En dat maakt ook in een opstelling zo duidelijk of je iets echt verwerkt hebt. Want soms zie je dat er onvoldoende gerouwd kon worden om miskramen of om doden of om of wie of wat dan ook. En dan zie je dat een representant met de rug naar die dierbare overleden persoon staat. En die staat gewoon op slot, dat lichaam. Die kan niet draaien. Nou, dan weet je dat die verwerking niet plaats heeft gevonden. En doordat ik zelf steeds in die rol als rouwende moeder terecht kwam,
heb ik mijn thema gewoon aangekeken. En dat wil niet zeggen dat ik er nooit meer in geraakt word. En ik ga straks ook geen oma worden. Maar ik weet, in de basis heb ik dit verwerkt. En dat betekent dat ik schoon ben. Ik hoef ook niet schoon aan die hemelpoort later te komen. Dan moet je heus echt een paar butsen en builen opgelopen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je jezelf niet schoongemaakt hebt. En dat lukt dus heel erg goed ook door opstellingenwerk. Ja. En als je dan zoveel heftigs hebt meegemaakt, waar put je dan je kracht uit? Als je merkt ook van, je bent zo vaak, heb je verdriet gehad, zo vaak teleurgesteld. Mm-hmm. En toch geloof je ergens in. Toch geloof je in van ja, wat je net eigenlijk al zei, dan is het ervoor om te zorgen. Ik ben er op deze wereld om heel veel generaties schone de wereld in te krijgen. Ja, nou, dit is inderdaad heel boeiend dat je dit zo zegt van tegenwoordig, ik ben in het verleden heb natuurlijk vreselijk in de weerstand gezeten. Ik ben heel boos geweest dat ook mijn lichaam het niet deed en dat ik geen kinderen kon krijgen en zo. Dus ik heb mijn lichaam helemaal afgewezen. Ondertussen heb ik daar de integratie met mezelf wel weer heeft plaatsgevonden. Wat wilde ik nou zeggen? Kan je nog één keer de vraag herhalen? Want ik maakte even een kleine zijsprong zelf. Maar geen probleem. Nee, waar je de kracht weer uit putten om uiteindelijk weer levenskracht te vinden en je pad te volgen om dus de generaties schoner de wereld in te zetten. Nou, dat gaat dus enerzijds door het gewoon op emotioneel en lichamelijk niveau te verwerken en daar ook rationeel mijn antwoorden gewoon op te vinden en praktisch mijn leven dan maar anders in te delen. En ondertussen ben ik eigenlijk ook weer een stap gegroeid. Dat ik ook wel ergens geloof, als ergens een deur dicht gaat, is dat niet voor niets. En dat betekent vaak dat er dan eigenlijk iets anders ontstaat, wat waarschijnlijk nog mooier is dan ik zelf had kunnen bedenken. En natuurlijk, geloof me, ik had liever eigen kinderen gehad. Mm-hmm. Maar ik heb nu een leven, doordat ik eigenlijk bewogen ben door het leven, kom ik op betere en mooiere plekken uit dan ik zelf had kunnen bedenken en organiseren. Dus ik heb eigenlijk heel erg geleerd om ook mijn weerstand tegen tegen de veranderingen of de waar ik heen geleid word om dat op te geven. En tuurlijk, ik wil niet zeggen dat ik alles leuk vind, maar ik laat mijn weerstand voor dat moment die geef ik even op. Mm-hmm. Ik voel goed wat er dan in mijn lichaam gebeurt en dan laat ik me weer bewegen. Vanuit dat ik mezelf wel weer schoon heb gemaakt. En dan blijkt dus dat ik op hele mooie plekken terechtkom. Dat ik allemaal mensen ontmoet die ik anders nooit ontmoet zou hebben. Onder andere jou en heel veel anderen. Dus het heeft mij, dus waar haal ik de kracht vandaan? Dat is ook eigenlijk langzamerhand het vertrouwen ook te hebben dat de beweging van het leven, dat die me ergens naartoe leidt, die misschien wel mooier is dan ik het zelf kan bedenken. En dat doet echt geen afbreuk aan de pijn die ik ook heb gehad. Maar het kan ook naast elkaar bestaan. Ja, ik vind dat heel mooi verwoord. Mm. Het is wel heel krachtig hoe je dat hebt omgebogen naar iets veel groter is wellicht dan dat, hoe moeilijk dat misschien ook is om dan te beseffen. Maar je hebt ingezien van ik wil dat heel graag. Ik wil heel graag moeder worden. Maar je hebt denk ik zoveel meer kinderen deels ook opgevoed. Wat misschien en generaties op generaties heb je. Want was jij dan ook de eerste met de familieopstellingen of met systemisch werk? Of hoe heb jij het vak geleerd? Nee, ik ben absoluut niet de founder of op dat vlak iets. Bert Hellinger, die is, 14 jaar geleden of zo, is daarmee begonnen. En hij borduurde ook weer voort door allerlei kennis en kunde te combineren. Maar hij heeft heel goed kunnen observeren van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal als je systemisch gaat kijken. En daarin heeft hij een aantal wetmatigheden geformuleerd. En daar heeft hij ook boeken over geschreven die voor vakgenoten ook prima te lezen zijn, maar die ik iets minder toegankelijk vond voor mijn eigen cliënten. En toen dacht ik heb taal nodig, want taal is ook een manier om iets binnen te laten komen. En toen heb ik de metafoor van de fontein ontwikkeld. En heel veel mensen zeiden, daar hebben we heel veel aan gehad, want we snappen nu opeens dingen. En zodoende ben ik dan bij mijn boeken gekomen. Dus ik heb die fontein als metafoor wel ontwikkeld en ik heb daar taal aangehangen die iedereen gewoon snapt. Als je van je plek gaat in die fontein, dan heb je vrijwel zeker verantwoordelijkheid overgenomen die niet van jou is. Nou, dat snapt iedereen. Dat is gewoon Jip en Janneke taal. Als je
een oordeel hebt en boos bent over je ouders, ja, dat snappen mensen ook. Dan kan je wel gelijk hebben, alleen houdt die fontein geen rekening met ethiek. Ja, dan zegt eigenlijk, jij bent niet goed genoeg voor mij, ik gun je je plek niet. Dus dan kom je erboven, dan vang je weer niet die stroming van die fontein op, die je wel opvangt op jouw plek. Ja. Nou, en zo heb ik dus taal ontwikkeld, waardoor mensen eigenlijk... Ja, spelenderwijs als het ware erin meegetrokken worden. Dus ik ben absoluut geen echte oorspronkelijke bedenker. Ik heb wel dingen eraan toegevoegd. En het mooie is dat door mijn boeken is het wel steeds breder, bij een breder publiek bekend geworden. En dat is alleen maar heel mooi. Ja, je zou bijna zeggen, zoals wel meer gasten die hier terechtgekomen zijn, waarvan ik zou zeggen, ja, dit zou gewoon eigenlijk op school geleerd moeten worden. Wat zou dat schelen dat kinderen bijvoorbeeld de last van hun ouders dragen, die bijvoorbeeld boos van werk komen, daar moeilijk emoties aan kunnen geven. En kinderen gaan zich dan gedragen naar wat hun ouders of het gezin nodig hebben. Dus kinderen zijn loyaler aan hun ouders dan andersom over het algemeen. Absoluut. Ja, een kind wil het zichzelf slecht laten gaan als het daarmee de ouder beter gaat. Zo simpel is het. Dat is de diepe liefde van een kind. Die wil niks liever dan dat de ouder goed gaat. En die gaat zich ook aanpassen en die moet ook loyaal zijn. Want ja, het kind is gewoon afhankelijk van de ouders om groot te worden in de basis. En als volwassen kind, ik bedoel, jij bent ook kind van je ouders en ik ben 54, ik ben ook kind van mijn ouders. Dus je blijft altijd kind, maar je bent ondertussen wel een volwassen lijf, heb je dan gekregen. En hopelijk ook iets van een volwassen geest. Als volwassen kind kan je andere keuzes maken. Dan kan je ook bepaalde loyaliteiten misschien ook wel loslaten, omdat die niet meer dienend zijn. Waar je als kind geen keus had om dienend te zijn aan je ouders op een bepaalde manier. Kan je als kind beslissen, maar dit is niet goed meer voor mij. Maar dan ga je heel erg schuldig voelen. En een klein kind kan dat niet uithouden. Maar een volwassen mens kan het uithouden dat hij voor zichzelf kiest en zich misschien dan schuldig maakt. Waarbij ouders iets misschien niet leuk vinden of iets afkeuren of wat dan ook. Maar ja, je bent als volwassene in staat om voor jezelf te zorgen. En een kind, die kan dat niet. Die past zich aan. Dat is eigenlijk altijd het geval. Zeker. Hoe verdrietig dat ook. Het is best wel heftig even wat je nu net zegt. En ik denk dat heel veel mensen dit dan wel herkennen. Want dit was ook een voorbeeld waar ik toevallig naartoe wilde. Oh. Dat schuld nemen, dat is zo belachelijk zwaar. Gewoon. Dat is, ik weet niet of dat dan voor mij geldt, maar gewoon dat je nee tegen iemand moet zeggen. En dat is echt een thema geweest van de afgelopen jaren. En daarmee ja tegen jezelf zeggen, dat heb ik vaker terug laten komen. Maar dat als iemand in de shit zit, om het even zo te zeggen, en ik kan diegene helpen, ja, dan ga ik dat doen. Ja, en de vraag is of je echt iemand echt kan helpen. En wanneer help je iemand echt? Soms is het bijna helpender, hoe hard dat ook klinkt, om juist heel eventjes achterover wat meer te gaan leunen. En dan, als het ware, de veerkracht van die ander te laten ontstaan. Want als jij te snel ingrijpt, dan komt de ander minder snel bij zijn veerkracht. Dus dat is in ieder geval een van de regels van de kunst van het helpen, die ook Bert Hellinger, die ik ook net noemde, heeft beschreven. En ook in mijn nieuwe boek, dat over een maand uitkomt, schrijf ik ook meer praktische aspecten van wanneer help je iemand nou echt? Want we denken vaak dat we kunnen helpen, maar de vraag is, kan je iemand echt wel helpen? Want is het wel van jou? Want je kan niet iets oplossen wat niet van jou is. En als je ook zo de neiging hebt om iemand te willen helpen, dan kan je bijna eigenlijk al in je familiesysteem terugzien dat je vermoedelijk wel ook voor een vader of een moeder hebt gezorgd op een bepaalde manier. Want dat patroon herhaalt zich dan in het dagelijks leven. En ik heb in het verleden ook voor mijn moeder gezorgd, want zij was op een bepaalde manier overbezorgd over mij. Dus ik ben heel lief en braaf geweest. En als ik ergens mee zat, dan deelde ik dat niet met haar. Want dan zou ik haar bezorgd maken. Dus daarmee kwam ik als het ware boven haar te staan. En natuurlijk, in de praktische zin zorgde zij voor mij. Alleen, daarmee mijn helpen hielp niet. Want die bezorgdheid van mijn moeder en haar angsten, daar kan ik niks in doen. Die zijn niet van mij, die kan ik niet oplossen. Dus ik moet het gegeven moment uithouden dat zij bezorgd is en dat ik voor mezelf kies en dat ik gegeven moment in mijn studententijd echt naar de andere kant van de wereld ben geweest, waar het is nog van de tijd dat de mobiele telefoons niet waren, dus en internet er ook ongeveer niet. Dus op dat moment
wist ik gewoon dat mijn moeder het heel zwaar zou hebben. Maar ik moest dus uithouden om me schuldig te maken dat ik daar aan de andere kant van de wereld heel veel plezier aan het maken was, terwijl ik wist dat mijn moeder dat niet leuk zou vinden. Maar wilde ik mijn eigen leven leiden, dan moet je dat schuldgevoel uithouden. En als je dat niet uit kan houden, ja, dan ga je toch weer constant bellen of het gaat hier goed en ja, geen zorgen. Nee, ik kan het niet oplossen voor mijn moeder. Maar ik moet het uithouden en ja, je lichaam bewonen, om daarmee die schuldgevoelens die te kunnen voelen. Die moet je niet wegstoppen, daar moet je ja tegen zeggen. En dat is ook de kunst van je lichaam bewonen. Van, nou, jij komt vanuit de hele fysieke wereld. Van, nou, daar zijn mensen enorm afgetraind. En met een beetje mazzel stoppen ze er ook hele gezonde stoffen in en vitamine en supplementen en weet ik veel wat allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat ze echt connectie met hun lichaam hebben. Ze zijn gewoon hartstikke goed afgetraind. Het ziet er heel mooi uit. Maar dat wil niet zeggen dat ze diep van binnen dingen kunnen voelen. En als je niet goed kan voelen en dus ook geen schuldgevoelens, ja, dan schiet je sneller in die oude patronen van zoals jij met je innerlijke houding in die fontein staat. Want ik stond dus boven mijn moeder. Dus dat patroon van mensen willen verantwoordelijkheid overnemen die niet voor mij is, die nam ik dus over. En als je niet oplet, neem je dat dus ook mee. Nou, dat gebeurt eigenlijk onvermijdelijk naar je werk. En zeker alle coaches in deze wereld, die moeten er heel voorzichtig mee zijn dat ze niet te veel verantwoordelijkheid over willen nemen voor hun coachie. Want daarmee krijg je eigenlijk een ouder-kindrelatie in plaats van een volwassene-volwassene relatie. Want het patroon dat herhaalt zich. En je moet het ook uit kunnen houden dat soms een coachie het zwaar heeft. En dan moet je niet dan 's avonds dat je compleet aantrekken en dat je zelf jezelf klein houdt. Want dan laat je jezelf het niet goed gaan. Maar soms iemand moet echt iets zelf oplossen. Jij kan aanreiken en doen wat je wil, maar een ander moet het oppakken. En dat moet je dus uit kunnen houden. En een coach die moet het dus, eigenlijk hoe beter jij op je plek staat in de fontein, ook als begeleider, op wat voor vlak dan ook, op fysiek of coach vlak, hoe meer je bij de ander kan laten wat van de ander is. En dan kan je eigenlijk veel zuiverdere, coachadviezen of wat dan ook. Of adviezen of interventies kan je dan doen. Ja, het is wel even een besefmomentje. Want het is natuurlijk wat er eigenlijk altijd wel misgaat. Het is dat uithouden van, ja, wat ik net al aangaf. Je ziet dat iemand in de problemen zit. Ja. Ja, dan is het niet nadenken en gewoon doen. Maar om even terug te gaan van, wacht even. De ander zit in de problemen. Er gebeurt iets in mij. En daar moet ik even wat bij stilstaan, even bij mezelf inchecken. Wat gebeurt er nu met mij? Ik kan het niet verdragen dat iemand om wie ik geef, of zelfs mensen om wie ik niet geef, die ik net heb ontmoet, die zitten in een probleem. Ik zie dat ze dus hulp nodig hebben. Het maakt een bepaald gevoel in mij los. Dat gevoel kan ik gewoon niet dragen, omdat dat ondraaglijk is gewoon, letterlijk. Het is ik kan er niet mee leven dat ik iemand in de shit zie en ik kan diegene helpen. Ja. Dus ik kies voor mijn eigen gevoel, Het is natuurlijk heel moeilijk om het zo te zeggen, maar het is egoïstisch. Op een bepaalde manier wellicht, maar de vraag is, wat dient de zaak meer? En het is wat je heel mooi zegt, eigenlijk dient de ander dan als spiegel voor jou. Ja. Want het raakt iets in jou. En wat wordt erin geraakt? En als je niet oplet, kom je dan in zo'n systemisch patroon terecht. Dat je inderdaad weer in dat oude verantwoordelijkheid overnemen die niet van jou is, wat je zo gewend was, bijvoorbeeld voor je moeder. Dus ja, dan moet je even daar iets bij jezelf gaan doen. Maar op het moment dat je weet dat je redelijk stabiel met je innerlijke houding in die fontein staat en je hebt ook een bepaalde overvloed dat je kan geven, en het dient ook misschien nog jouw waarde, want ieder mens heeft eigen waarden die hem ook een stuk definiëren en wat betekenis aan jouw leven geeft, ja, dan moet je zeker helpen. Alleen, wanneer help je iemand echt? Of ben je eigenlijk je ongemak aan het wegwerken met het helpen van de ander? Bij mij, in ieder geval, als ik voor mezelf spreek, is dat heel veel zo geweest. En nu, nu probeer ik mezelf echt bloot te stellen aan het ongemakkelijke gevoel om, om dan gelijk dat weg te nemen. Ik wacht even. Ik heb zelf ook best wel last van mijn onderrug, die volgens mij best wel in diezelfde lijn te verklaren is. Maar om dan eens echt even blootgesteld te worden aan het ongemakkelijke gevoel. En ik moet zeggen, het is niet makkelijk. Het is echt,
ja, het is niet binnen mijn comfortzone om dus, omdat ik dat altijd zo heb gedaan, wat je zegt, toch wel een beetje people pleasen ook wel. Ja. En mensen, ja, je weet ook dat je de skills hebt om mensen te helpen. En dat ik voel me sterk. Ik voel me gewoon, ja, ik kan 100 mensen op een dag helpen als het moet. Alleen ja, is het echt helpen? Of neem ik eigenlijk de uitdaging voor iemand anders weg en word ik alleen maar sterker of meer overbelast? En precies. Dus dat is ook met die quote volgens mij ook, dat ze zegt van ja, leer me niet, of geef me geen vis, maar leer me om te vissen. Ja. Dat principe eigenlijk. Absoluut. En daarmee, ja, want stel je voor, er zou iets met mij gebeuren en ja, 100 mensen zijn afhankelijk. Het is wel heel grootmoedig gedacht, maar er zouden 100 mensen van mij afhankelijk zijn en er gebeurt iets met mij, mm-hmm. Dan heb ik voor 100 mensen een probleem gecreëerd. Precies. En dat is, ik zeg niet dat je niet moet helpen, absoluut. Mm-hmm. Het voordeel is, als je goed in de fontein staat, dan ontvang je veel. En je bent ook in staat om veel te ontvangen. Want je moet, het is eigenlijk altijd in opstellingen, zien we heel vaak dat er best wel veel goeds voor mensen zichtbaar is in die fontein, maar ze kunnen het niet ontvangen op een bepaalde manier. Maar als je dus wel in staat bent om al het goede te ontvangen wat er voor je is en eigenlijk überhaupt alles wat er voor je is en waar je gewoon mee te dealen hebt, of je dat nou leuk vindt of niet. Dus als je veel kan ontvangen, dan heb je ook veel om door te geven. En dan, ja, dan heb je ook meer ruimte om door te geven. Maar daar moet je wel dus in oppassen dat je, ja, doe je het juiste voor jezelf, of is ook het heel druk bezig zijn met anderen, om vooral ook niet met jezelf bezig te hoeven zijn. Want wat openbaart zich daar als jij ja, je niet meer met die anderen gaat bezighouden. Ja, dat is interessant en confronterend. Dat ja, herken ik ook wel. En ja, ook weer een mooi voorbeeld. Want dit is natuurlijk ook weer een prachtig iets. Dit gaat over relaties, maar ook gewoon ja, je relaties met iedereen. Het nemen en het ontvangen. Dat is, vind ik, zo prachtig verwoord. En het staat er zo duidelijk in. Ik ben echt een enorme gever, maar ik kon nooit ontvangen. Ja. Iemand iets voor mij deed, dacht ik, ben ik al gewoon, op het moment dat iemand dat voor mij aan het doen is, ben ik al gewoon aan het noteren. Oké, dan ga ik dit voor diegene terug doen. Hoe kan ik diegene terugbetalen terwijl iemand die dienst nog voor mij bewijzen van aan het doen is? Ik kon niet ontvangen zonder dan gewoon te zeggen, oké, nou, fijn dat je dit even voor mij doet, of ja, voor me laten koken of zo. Ja, het is, dat vind ik echt een hel gewoon. Om dat gewoon, ja, achterover te zitten en dan denk ik, oh. Maar ontvangen betekent eigenlijk dat je bij de ander in de schuld komt te staan. Je gaat eigenlijk de verbinding aan. Op het moment dat jij heel veel aan de ander geeft, dan staat de ander bij jou in het krijt. En dat is hartstikke veilig. Want je ander is jou nog iets schuldig. Dus jij zit in de bovenpartij, als het ware. En op het moment dat jij niet kan ontvangen van de ander, is het geen evenwichtige relatie. En relaties die, als je gaat kijken wat echt goede relaties zijn, nou, je hebt vast wel goede vrienden. Zeker. Klopt het als ik zeg dat jullie over en weer van elkaar kunnen ontvangen? Ik vind het wel moeilijk om me te laten helpen of om te ontvangen. Dus dat is nog wel een thema waar ik mee, want ik heb het boek natuurlijk gelezen. En dit is één, echt, de meeste mensen, ik lees dus geen boek. En dit boek heb ik echt voor een groot gedeelte uitgelezen en echt heel veel aan gehad. Ook de podcast van jou geluisterd. En dat blijft me zo bij. Dat ik denk, ja, inderdaad, dat doe ik niet. En dan moet er wat betaald worden. Dan zeg ik, nee, laat me, ik betaal wel. En dan wil iemand anders betalen. Dan geef ik diegene geen ruimte. En dan, weet je wat er op een gegeven moment gebeurt? De balans tussen geven en ontvangen, tussen jou en die ander, die wordt te groot. En als de ander, die altijd dan van jou heeft willen ontvangen, die gaat op een gegeven moment stoppen met ontvangen van jou. Want als jij niet meer bereid bent om ook te ontvangen, dan blijft dat gat tussen jou en die ander te groot. En dat worden hele onevenwichtige relaties. Dus daarmee gaan mensen soms opeens dan ook afstand van je nemen. Of het zijn mensen met enorme tekorten. Ja, dan is het wel lekker om heel veel te ontvangen en weinig te geven. Maar ja, dat is ook een goede uitputtingsslag voor jou. Want als je uiteindelijk steeds permanent altijd meer geeft dan terug kan of wil ontvangen, ja, dat is een prima recept om burn-out te krijgen. Kan je uittekenen. Dat is wel interessant. Ja. Dit vond ik een van de belangrijkste voorbeelden die ik heb moeten leren. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen dit toch echt wel confronterend, maar misschien ook prettig vinden om te horen, is dat je dus moet ontvangen om een diepere verbinding met de ander te krijgen. Anders is het dus een oneerlijke relatie. En
Dat is met je ouders dan, daar komen we zo wel op, denk ik, wel goed. Ja, daar moet het een disbalans zijn. Maar anders krijg je dus in gewoon alle relaties behalve je ouders, creëer je een binding. Op het moment dat jij heel erg veel geeft en de ander ontvangt dat, maar jij ontvangt niet van hen terug, dan krijg je een binding. Die ander die voelt altijd dat die nog een beetje in de schuld staan bij jou. Ja, dat is een binding. Ja. En dat maakt mensen minder gelijkwaardig op een bepaalde manier. Ja. En ik denk dat de meeste mensen zich toch het lekkerst voelen als je een bepaalde gelijkwaardigheid in een relatie hebt. Dat geeft de meeste waardigheid over en weer. Ja, ja, dit is wel interessant. Ik denk wel dat dit bij mij uit mijn familiesysteem komt. Maar waar komt dit nu vandaan? Waarom doen mensen dit? Waarom gebeurt dit? Ja, dat zal je per persoon echt moeten onderzoeken. Oh, daar kan ik geen standaard antwoord voor iedereen erop geven. Maar op het moment dat je slecht kan ontvangen, kan je gewoon eigenlijk uittekenen dat jij op bent gestegen in de fontein. Maar dat kan je om meerdere redenen kan dat zijn. En dat moet je gewoon echt uitzoeken. Maar daar zit wel een volledig verband. Ja. Daar kun je wel wat mee. Ja, zeker. Daar moet maar je het kan, maar het kan natuurlijk ook gewoon een overlevingsmechanisme zijn. Zo simpel is het. Dus dan komt het ook nog weer voort uit trauma. Maar goed, waarom kom je in bepaalde overlevingsmechanismen? Dat zegt ook vaak wel weer iets van uit patronen van vroeger, als je niet oplet. Ja, precies. Want wat raakt het? Of wat probeer je ermee te creëren? Dat ik dus anderen dan niet in de gelegenheid stel om voor mij te zorgen of voor mij iets te geven. Wat probeer ik daarmee dan te creëren? Misschien wel de vrijheid om te gaan wanneer het jou zint, wanneer jij zin hebt. Ja, het is dus eigenlijk ook. Ja, het is dus een bepaalde oppervlakkigheid die ik daarmee in stand hou. Of is het minder oppervlakkig? Diep? Ja, het is je gaat eigenlijk niet echt de verbinding aan. En wat je niet weet, dat mis je niet. Maar op het moment dat je leert om steeds diepere verbindingen met mensen aan te gaan, en dat gebeurt ook via je innerlijke houding die jij hebt naar je moeder. Dan als je daarin leert om daar steeds die innerlijke houding nog beter tot stand te brengen, dan merk je van hoe fijn het is om nog op een dieper niveau relaties met mensen aan te gaan. Je zei ook net tegen me dat jij ook weer in jouw eigen carrièrepad aan het naar een volgende fase doorgaat. Je gaat steeds meer naar mental coach, mm-hmm, in plaats van alleen ook het fysieke lichaam. Dus dat betekent ook dat je op een andere manier een verbinding met iemand aan wil gaan. En dus daar heb je kennelijk ook op dit moment behoefte aan een diepere verbinding. Ja. En in het verleden had je daar misschien minder behoefte aan en voldeed wat je eerst deed ook paste misschien helemaal prima bij je. Nou, dan moet je vooral, iedereen moet vooral doen wat gewoon heel goed bij ieder individu past. Want niemand is hetzelfde, dat moet je altijd zelf bepalen. Mm-hmm. Maar kennelijk ben je ook aan het doorgroeien naar een hoger bewustzijnsniveau, nog meer afdalen in de fontein, waardoor je nog beter in contact komt met jezelf en wie jij echt in essentie bent, waardoor je dat ook nog weer beter naar buiten kan brengen. Ja, dan ga je dingen loslaten om vervolgens ook weer ruimte te creëren dat iets nieuws kan ontstaan. Want sommige mensen kunnen niet loslaten. Die willen alles vasthouden. Maar ja, dan als er dan iets moois op je pad komt, dan is het in al je handen vol. Kan je niet meer ontvangen wat er is. Dus je moet soms dingen loslaten om door te gaan. En maar er zit vaak in dat je wel iets van een verruiming van je bewustzijn hebt georganiseerd bij jezelf. Ja, zo voelt het zeker. Dat is mooi verwoord. Ja, dat herken ik wel. En ja, binnen relaties ook. Hè. Dit zal natuurlijk ook een ongekend groot thema zijn. Want vaak zijn relaties een reflectie van onszelf. Een spiegel die we dan doormaken. Waarom moet dan een goede relatie voldoen? We hebben natuurlijk wat dingen besproken net waar het er zeker niet aan moet voldoen. Dus er moet dus een soort van balans zijn. Een soort van eerlijke verdeling. En dat hoeft niet misschien per se 50-50 te zijn. Zoals je wel vaak hoort, een relatie moet 50-50 zijn. Maar waaraan moet dan volgens jou een goede relatie voldoen? Nou, wat ik vind is überhaupt niet relevant. Het gaat erom wat jou gelukkig maakt en wat bij jou past. Ik kan wel iets zeggen over gezonde relaties. Ja, die voedend zijn. En een gezonde relatie is waar er eigenlijk een constante uitwisseling dan is van geven en ontvangen. En dat houdt ook de waardigheid van beide partners, houdt het hoog. En verder denk ik ook dat je afhankelijk van je
je waarde, wat je echt belangrijk vindt in het leven. Ja, je moet iemand hebben die jou bereid is om ook jouw waarde van daaraan te willen voldoen en dat te willen leveren. Ik heb bijvoorbeeld zelf de waarde vrijheid. En mijn echtgenoot kan mij heel vrij laten als ik in het buitenland twee keer een maand wil gaan schrijven. En ik zeg, ik wil er in mijn eentje zitten, want ik wil me concentreren. Nou, dan moet je een partner hebben die dat toevallig ook kan leveren. Want anders dan werkt het ook gewoon niet. Maar een gezonde relatie begint dus wel eigenlijk ook... hoe moet ik zeggen? Een gezonde relatie betekent ook dat je ook wel van jezelf kan houden. Dat je jezelf kent en eigenlijk ook jezelf leuk vindt. Een partner moet jou niet compleet maken. Ik geloof niet in die symbiotische relaties waarin echt alles gedeeld wordt en dat het helemaal op deze manier staat. En dat je moet op jezelf kunnen staan. Ik zie een relatie eigenlijk eerder als dat als je een relatie hebt, dit zijn twee mensen, je staat beide op je eigen benen en je hebt een verbinding. En heel veel relaties die staan zo. Dus die houden elkaar overeind vanuit behoeftigheid en tekorten bij elkaar. En dit kan op zich best leuk zijn. Maar op het moment dat de eentje een beetje wankelt, dan gaan ze beide onderuit. Dus dan, als de ene in thema's terechtkomt, dan wordt de ander meegetrokken. En dus bij een gezonde relatie is, begin vooral eerst je eigen thema's aan te kijken. Want als jij ook niet je eigen thema's aankijkt, dat is ook een van de wetmatigheden. Op het moment dat je echt je eigen thema's aankijkt en je kijkt jouw lot daarbij aan, dan merk je eigenlijk altijd dat je partner dan eerder naar je toe draait. Dus dat geeft ook al meteen een gezonde relatie. Op het moment dat de partner een beetje wegloopt van de thema's en het eigenlijk niet wil aankijken, dan zie je eigenlijk dat een andere partner dat die ook wegdraait. Dus zorg er alsjeblieft voor dat je je eigen thema's aankijkt en dat je niet je partner jouw thema's moet oplossen. Want dan ga je onbewust eisend zijn, manipulerend. En ja, dat is in mijn optiek niet de meest voedende en dienende relatie. Maar ja, iedereen moet voor zichzelf bepalen wat werkt. Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk altijd wel. Hè, dat heel veel mensen dingen doen waarvan ze misschien weten, is dit de beste manier. Zijn veel mensen die zeggen ook van het maakt niet uit dat dit misschien niet helemaal de beste optie lijkt, maar we gaan er toch voor. Wij zijn die uitzondering op de regel. We willen er toch voor gaan. Maar het is wel heel verstandig om bij jezelf in te checken. Wat vind ik op dit moment van mijn leven en mijzelf? Mijn werk, mijn relaties. En hoe gaat het nu echt met mij? En als je dat, als dat allemaal goed is en je draagt toch het nodig voor elkaar, dan is er misschien meer kans van slagen. Maar vaak gaat dat niet samen. Jij kan de tekorten van een partner kan jij als partner nooit oplossen. Dat moet die partner zelf doen door zelf de thema's aan te kijken en systemisch goed te gaan staan in de fontein. Jij kan dat niet oplossen, dat surrogaat. Dat wil niet zeggen dat je niet ondertussen een hele leuke tijd kan hebben. Maar iemand moet echt zijn eigen thema's aankijken. En soms heb ik ook, ik doe dat niet veel, maar af en toe doe ik wel eens iets van relatiecoaching. En dan zeg ik altijd van, iedereen gaat ook met zijn eigen thema's aan de slag. En af en toe doen we even sessies samen, maar vooral individueel. Jij moet jouw thema's aankijken en jij moet jouw thema's aankijken. En daarna gaan we weer eens eventjes een sessie samen doen. Van, goh, wat heeft dit nu betekend of iets dergelijks. Ja, want dat is een relatietherapie is leuk. Maar als je daar zit om aan de oppervlakte van de relatie en de problemen te werken, heeft dat niet zoveel zin als je niet zelfstandig ook aan die thema's werkt. Absoluut. En er is ook wel een mooi woord voor. Soms is relatietherapie ook alibi-therapie. Dus dan, iemand heeft al lang besloten om eruit te stappen, maar die heeft niet de lef om zich schuldig te maken om dat te zeggen. Dus dan kijken ze, we hebben nog met een relatiecoach gewerkt en zie je, het werkte niet. Ja, dus nu kan ik met gerust hart opstaan. Terwijl die persoon eigenlijk al lang uitgecheckt was. Ja, dat is ook weer een mooie brug. Hè? Want hoe maak je dan die moeilijke keuzes om voor jezelf te kiezen? Want daar hebben we natuurlijk net al een beetje in de richting van gepraat. En we hebben wat mooie voorbeelden. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Oké, ik moet moeilijke keuzes maken. Je weet eigenlijk dat het de juiste keuze is. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zeg je zo'n baan op? Of hoe stap je uit een relatie? Of hoe kies je opnieuw voor jezelf? Dat is een complexe vraag. Een hele brede en een diepe vraag.
Wat ik ook regelmatig doe, is een blinde opstelling. Dan zet ik ook representanten neer en ze weten niet voor wie of wat ze staan. En dan laat ik dan de cliënt die een keuze wil maken, het zijn vaak dan ook verschillende keuzes, van nou, ga maar eens waar je, kijk maar eens even waar je naartoe getrokken wordt, waar je gaat staan, wat er in je lichaam gebeurt. Want je lichaam is vaak wijzer dan je dus met je hoofd ervan kan maken. Dus ook op het gebied van keuzes kunnen we ook opstellingen kunnen we doen, om te zien van ja, Wat zie je wellicht over het hoofd of wat ontken je misschien nog voor jezelf? Dus eerst moet je inderdaad wel in staat zijn om een juiste keuze te maken. En dan ligt het aan jou hoe je daar mee omgaat. En dat vind ik moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Waarbij ik altijd wel eigenlijk heel simpel ervan uitga van wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dus Als een relatie voorbij is of iets dergelijks, ja, sluit het dan ook systemisch en met respect af. Want het is ooit iets heel moois geweest. Dat het nu rommelig en een toestand is, ja, dan dat wil niet zeggen dat die hele relatie verkeerd is geweest. Dus sluit ook iets met een bepaalde waardigheid af. Hoe kan je dit concreet doen? Ik vind het lastig om daar echt iets zinnigs op deze manier op te zeggen. Ja, misschien meer waar mensen het aan kunnen herkennen. Bijvoorbeeld ook van dat het op een gegeven moment niet meer goed zit. En hoe komen dan mensen bijvoorbeeld bij jou binnen met bepaalde klachten? Of hoe herken je dat het niet goed gaat? Hoe ik dat herken? Of hoe zij je Ja, bij mensen. Ja, als mensen op een gegeven moment bij zichzelf willen checken van ja, ik weet niet, ik voel iets. Hoe herken je dat dan? Als iets niet meer helemaal kloppend is. De mensen die wel in staat zijn al om hun lichaam redelijk goed te voelen, die voelen toch al vaak in een eerder stadium dat er iets niet klopt. Want als jij goed signalen op kan vangen van een ander in een vroeg stadium, dan kan je al eerder kan je handelen. Dus dan komen ze al eerder er naartoe van hey, er speelt iets, ik weet nog niet wat het is, maar kunnen we daar eens op onderzoek gaan? Nou, dan kunnen we dat ook met een opstelling kunnen we vaak ook nog wel iets boven water krijgen van hey, maar dit is het thema waar je nu echt mee te maken hebt, zonder dat ze dat zelf helemaal konden bedenken. Ja. Dus het lichaam die kan protesteren, die kan zelfs ook gewoon ziek worden. Ik bedoel, een lichaam die geeft eerst, eerst ben je een week verkouden. Nou, als dat niet lukt, dan word je nog weer langer ziek en dergelijke. Dus hoe meer jij een signaal negeert, hoe groter signaal er van je lichaam gaat komen. Tot wellicht ook een burn-out. En verder ook als patronen zich maar blijven herhalen. Als je steeds voelt dat je altijd weer uitgeput bent, dat je altijd weer de shit van anderen aan het opruimen bent, of dat je op je werk altijd het net niet die baan krijgt die je zo graag zou willen. Ja, als daar zulke echt patronen in zitten, ja, dan is het reden om eens even goed achter je oren te gaan krabben, om te denken van hey, wat speelt er hier nou in de diepte en waar ken ik de patroon misschien ook nog meer van? Ja, precies. Dus er zijn echt wel duidelijke signalen die je krijgt. En als je ze negeert, dan gaat je lichaam harder protesteren. Dat is wel mijn ervaring, ja. Oké, nou, ik denk dat dat toch wel duidelijk is voor mensen, dat ze daarmee dan aan de slag kunnen. Van, ja. Weet je, en het zijn toch dingen die je dus moet doen in een goede relatie, maar ook in een niet goede relatie. Ergens moet je dus je verantwoording nemen. Je moet je schuld nemen. Je moet jouw leven leiden. En ja, daar zullen soms mensen dus niet gelukkig van worden. Of daar zullen mensen misschien soms last van hebben. Nou, ik ben wel eens door mensen, laat maar zeggen, niet zo. Die hebben me uitgescholden, zeg maar. Dat ik op een gegeven moment het durfde te zeggen. Dat ik zei van, goh, de winst om te veranderen is nog te klein. Nou, dan word je uitgescholden, want dan zeg je eigenlijk, eigenlijk zit er nog te veel winst in slachtofferschap. En dat is een interessante, want dat is eigenlijk wanneer iemand dus nog niet echt, iemand voelt dat er veranderd moet worden om een beter leven, maar wil het nog niet veranderen. Daar komt het eigenlijk op neer. Bijvoorbeeld, ja. En ja, handelt dus ook vanuit het niet willen veranderen, dus dan moet je zelf zeggen, ja nee klopt, je hebt gelijk, ik ben er nog niet klaar voor, ik wil het wel, maar dat is eigenlijk dus de minst gunstige plek waar je eigenlijk kan zitten. Ja, en mensen zitten daar niet voor niks. En kennelijk, ja, is het patroon nog, hebben ze nog te weinig echt last van het patroon om het echt te gaan doorbreken. En als ik ze dan daarop wijs, ja, dan word ik soms
Nee. Maar live of? Oh ja hoor, soms dan. Of je krijgt recensies of dat soort dingen. Maar ja, ieder heeft zijn eigen tempo en ritme waarin dingen tot stand komen. Kijk maar ook gewoon maar in de hele wereld. Met name ook in de natuur en dergelijke. Alles heeft zijn eigen ritme en eigen tempo. En ik kan wel, dat is soms ook wel lastig. Omdat ik kan redelijk snel wel inschatten waar iemand staat. Ik moet ook wel de kunst houden om dan aan te sluiten bij waar dan die ander staat. Want soms denk ik van, joh, hoe simpel is het even dat en dat en dat? Nou, dan kom je daar. Maar ja, dan is dat eerste stuk er nog niet om daar te beginnen. Ja, dan is de tijd gewoon nog niet rijp. Nou ja, dan, de pijn is nog niet groot genoeg, hoe heftig het ook al misschien is voor diegene. Precies, juist. Ja, ja en diegene moet zijn of haar lot dragen. Precies, en of ik ben misschien niet de juiste persoon of deze werkwijze of wat dan ook. Maar het mooie is wel dat zo'n opstelling die legt gewoon eigenlijk loepzuiver bloot van wat er echt is. En vaak is dat dus echt nog meer dan je zelf kan bedenken. Mm-hmm. En hoe beter je dus ziet wat er echt in de diepte is, ja, hoe meer aanknopingspunten je ook krijgt om te gaan, misschien je leven op te bewegen in een richting waar je wel invloed op hebt. Want over heel veel dingen heb je gewoon geen invloed. Kijk eens wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt, met alle oorlogen, met alle bosbranden of overstromingen of wat dan ook. Ja, heel veel dingen heb je helemaal geen invloed op. Maar ja, ik werk juist op de stroming waar je, ja, die golven waar je wel invloed op hebt. En de rest kan je alleen maar aan overgeven. Ja, dat is mooi verwoord, nee, inderdaad. Want als je iets niet kan veranderen, dan heeft het ook niet heel veel zin om daar dan uren in te blijven hangen. Hoe heftig het ook is. Want ik denk wel dat jij er ook wel bij stilstaat bij alles wat er gebeurt in de wereld. Maar je hebt daar niet de invloed op die je misschien zou willen hebben. Of helemaal geen invloed op. En dan kunnen we dan wel met z'n allen in een kamertje gaan zitten om alles wat er gebeurt in de wereld. Of we maken de wereld een mooiere plek op plaatsen waar wij daar dus invloed op hebben. Er gebeurt heel veel waar je echt geen invloed op hebt. En daar kan je helemaal murm door laten slaan. En zelf ook helemaal dichtklappen. Maar ik geloof niet dat dat dienend is. Ik zie echt van, zorg dat het jezelf goed gaat. En daarin straal je dan ook een bepaalde energie ook weer naar anderen uit, waar andere mensen zich ook weer aan kunnen optrekken. En doordat ik tegenwoordig, als ik even nu naar mezelf kijk, ik heb absoluut heel veel thema's heb ik aangekeken. Ik heb mijn boeken niet voor niks kunnen schrijven. Ik weet heel veel van patronen en ploeteren en gedoe, zullen we maar zeggen. Maar ik weet ook ondertussen hoe het is om dat het leven me volledig toelacht en dat ik ook terug kan lachen. En hoe beter ik dus voor mezelf zorg en goed mijn eigen thema's aankijk. Ja, ik heb nu een olievlek die ik daardoor kan laten verspreid. Maar dat is doordat ik met mezelf aan de slag ben gegaan. En daar heb ik invloed op. En daar kunnen mensen, daar deel ik in aan wat ik kan. Maar uiteindelijk moet mensen het zelf doen. En in de wereld, waar ik bepaalde dingen kan doen, doe ik het. Maar heel veel dingen kan ik het ook niet doen. Maar ik wil geen energie verliezen aan iets wat ik niet kan veranderen. Dus ik probeer altijd wel mijn aandacht te richten op wat wel kan. En dat lukt me ook echt niet altijd hoor. Soms, zeker vroeger had ik ook nog wel eens de neiging om te proberen om een deur dicht te drukken die toch open zou gaan. En nu heb ik van laat maar gebeuren. En dan geef ik me aan over aan de situatie. Ja, ik vind dat wel een mooie instelling. Vooral ook als je weet hoe het is om dat niet te doen. Misschien is. Ik heb heel veel energie lekker gehad, maar dat gaat tegenwoordig heel goed. Ja, en daarmee moet je dus zorgen dat het goed met jou gaat. En wat je natuurlijk ook met je ouders hebt. Hè? Dus wij krijgen van onze ouders. En dat is een soort van, hoe heb je dat precies omschreven in het boek? Ik heb het wel eens genoemd en dacht, dat klopte niet helemaal. Maar ouders schreven wat ze kunnen geven. Mm-hmm. En als ze meer hadden kunnen geven, dan hadden ze dat gedaan. En dat is altijd onmacht. Het is nooit onwil. Soms kunnen ouders alleen maar nemen. Dat ze van hun kinderen alleen maar willen nemen. Maar ouders die hebben jou het leven gegeven. En daarmee hebben ze per definitie altijd meer gegeven dan jij ooit terug kan geven. En soms is het heel zwaar geweest. Heb je een hele hoge prijs moeten betalen. En dan nog kan je gelukkig met je innerlijke houding kan je heel ver komen om jezelf het goed te laten gaan.
Ja, want dat lijkt mij dus het meest heftigste wat er is. Als je dus ja, een hele vervelende jeugd hebt gehad. Ouders die dus niet voor jou hebben kunnen zorgen zoals je dat graag hebt gewild. Of er zijn wat dingen gebeurd. Hoe pak je dat aan? Gewoon, ja, misschien stapsgewijs, misschien een te lange plan van aanpak. Maar wat adviseer je deze mensen? Want ik denk ook wel dat, dat daarvoor, weet je wel, een psycholoog inschakelen, heb je gerust kans dat je 6 tot 12 maanden of soms langer moet wachten. Ja. Er zijn gewoon mensen die echt wel baat hebben om bij jou een representantendag te doen. Maar wat kunnen zij zelf doen? Of hoe moet zij er zelf dan instaan? Nou, eigenlijk is het heel belangrijk ten eerste om te realiseren dat je niks te eisen hebt. Mensen en je omgeving die geven wat ze kunnen geven. En als ze meer hadden kunnen geven, dan hadden ze dat gedaan. Dus dit is waar jij je antwoord op te formuleren hebt. En dan vervolgens ga je dan ook de vraag beantwoorden van wat is van mij en wat is van de ander. Ik bedoel, soms hebben ouders steken laten vallen. Die waren er niet letterlijk of figuurlijk. Of die hebben misschien wel je heel hardhandig op allerlei manieren aangepakt. Of heel dwingend geweest. Of ze waren zelf innerlijk afwezig omdat ze zelf allerlei pijn of verdriet of misschien ziek waren. Van wat is van de ander? Dus wat van de ander is, dat kan je niet oplossen. Als je als een ouder verslaafd is, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is niet van jou. Die verslaving die laat je bij die ouders, of bij die ouder. En daar mag je feedback op geven wat dat met jou doet. En je mag ook grenzen stellen. Je mag ook gerust zeggen van, joh, in deze staat laat ik je niet toe in mijn leven. Want dan ben je gevaarlijk. Je wil niet zeggen dat je ouders altijd in het dagelijks leven moet zien. Maar je moet ze wel de plek gunnen. En vervolgens ga je dan van, als je weer naar die vraag van wat is van de ander en wat is van jou. Dus wat is van de ander, dat laat je los, want dat kan je toch niet oplossen. Mm-hmm. Eventueel geef je feedback en je stelt grenzen. Daarmee gun je nog steeds de ander de plek. En vervolgens ga je bij de vraag komen, wat is van jou? Ja, dat je inderdaad een heel stuk jeugd gemist hebt. Dat je je schaamde voor je ouders. Dat je geen vriendjes, vriendinnetjes mee naar huis durfde te nemen of iets dergelijks. En dat je daardoor je school misschien af hebt gemaakt of wat dan ook. Ik noem maar even een scenario. Dus wat is van jou? Nou, daar moet je gewoon een praktisch antwoord op vinden. En je moet gaan verwerken. En verwerken dus zowel rationeel, maar ook vooral lichamelijk. En dan ben je weer schoon. En zeker mensen die een behoorlijk zwaar lot hebben. En als die in staat zijn om dat echt aan te kijken, dan komt er een kracht voorhanden die nou, zoveel goeds tot stand kan brengen. Maar we denken vaak dat wegkijken makkelijker is van de pijn en negeren en ontkennen, het is er niet. Nee, kijk het maar aan. Het is van jou, je kan het dragen. Al die gedoe van je ouders met verslavingen, dat is niet van jou. Dat kan je niet oplossen. Maar je kan wel jouw eigen pijnen aankijken. En daarmee zorg je goed voor jezelf. En ook voor volgende generaties. Want die voelen dan dat jij niet behoeftig bent. En die kunnen dan weer hun eigen leven gaan leiden. Ja, precies. Ik vind het een heel moeilijk thema. Want ja, voor mij is dat niet zo geweest. Maar ik kan me voorstellen hoe heftig dat is geweest voor mensen die dat wel hebben. Mm-hmm. In hoeverre ik me dat kan voorstellen. Want dat is natuurlijk niet aan mij. Maar goed, even praktisch gezegd is dat mensen dus heel boos zijn en verdrietig op hun ouders. En daar eigenlijk stoppen en zeggen, ja, ik ben heel boos en gaan weer verder met hun leven. Daar wil je eigenlijk dus dieper op ingaan. Waar het dus misschien best wel veel pijn is. Ja, ik was boos. Ja. En wat heeft het mij gebracht en wat heeft het me niet gebracht? Dus je trekt eigenlijk die pleister echt letterlijk af. Waarbij je zegt, ja, het heeft me heel veel verdriet gedaan. Het heeft me heel erg geraakt. Het heeft mij dit en dat niet gegeven of juist wel gegeven. Dus je gaat echt eigenlijk die dialoog intern aan. Ja, en niet alleen de dialoog zeg maar in je hoofd, maar dus ook in je lichaam. Want als je boos bent op je ouders, dan zit je eigenlijk in een secundaire emotie. En een secundaire emotie, die dekt een primaire emotie die eronder zit af. En die secundaire emotie, die gaat je niet helpen, want die maakt je niet schoon. Alleen die primaire emotie, dat is je gemis van je eenzaamheid, je eventuele tekorten, de pijn, de wanhoop, de machteloosheid of wat er dan ook onder zit. Pas als je die kan voelen, dan maak je jezelf schoon. En dan zul je ook merken dat je niet meer boos bent op je ouders. En als je bij je gevoel kan komen bij dat je een ouder hebt gemist en zo nodig hebt gehad, dan gaat het eigenlijk goed met je. Want op het moment dat je boos bent, dan heb je een oordeel over je ouders, kom je boven je ouders te staan. Op het moment
dat je verantwoordelijkheid overneemt voor je ouders, dan zorg je voor ze. Dan kan je niet bij je gevoel komen dat je ze zo mist, want je bent gewoon de hele tijd bezig. En als je niet kan voelen, dan zit daar toch iets van een overlevingsmechanisme of zelfs misschien een trauma eronder. Maar als je niet kan voelen, dan kan je het ook niet echt op een diep niveau verwerken. Dus ook al heb je een hele complexe jeugd gehad en heb je allerlei tekorten ervaren of letterlijk en figuurlijk klappen opgelopen, op het moment dat je je boosheid los kan laten en te denken dat je het recht hebt op meer, want dat heb je niet. Ze hebben gegeven wat ze konden geven. En dan gaat voelen je eenzaamheid, je pijn. En dat je dan bij je gevoel kan komen, ik heb je gemist. Dan gaat het goed met iemand. En dan staat iemand ook meteen automatisch goed in die fontein. En dan gaat dat, ja, dan pak je de natuurlijke mazzel van het leven, pak je dan weer op. Ja, want dat is het uiteindelijk. Hè? Die boosheid is een signaal dat iets niet gevoeld wordt of het niet voelen. Ja, dat is ook een signaal dat je in een overlevingsmechanisme zit. Ja. Maar wanneer het leven je niet toelacht of eigenlijk dat je op het verkeerde pad zit of niet het pad zit waar jij naartoe moet, dan lijkt alles je ook tegen te zitten. Ja. En wanneer je dat allemaal gaat verwerken en daar die kant op gaat, merk je in één keer wat voor geluk er eigenlijk mogelijk is. Zeker. En dat is, daarom heet ook mijn derde boek, die binnenkort dan uit gaat komen. Die heet... komt 20 november ongeveer komt deze podcast uit. Wanneer komt jouw boek precies uit? 4 november. Ja, dus dan is hij al uit. Dus mensen kunnen, als ze deze podcast luisteren, kunnen ze hem al aanschaffen, als ze dat nog niet hebben gedaan. Ja, want de titel die heet Vier je leven. Dit is het derde boek. Het eerste boek, dat is De fontein vind je plek. Dus eerst zorgen dat je goed op jouw plek in de fontein komt. Want als je op jouw plek in die fontein staat, dan herhaalt dat patroon zich in je dagelijks leven. En als je goed op jouw plek staat, dan ga je ook met heel veel gemak, kan je plek in de rest van je leven innemen, in werk, in relaties, in vriendschappen, et cetera. Nou, dat is het eerste boek. Het tweede boek is dan maak wijze keuzes. Want als je wijze keuzes maakt, kan je de wissels onder water goed zetten, systemisch voor de toekomst. Dus dan heb je dat alweer goed geregeld. Nou, en dan kan je het leven gaan vieren. En vieren is voor mij ook de kers op de taart. Want je moet dus eerst goed geworteld zijn. Je moet in staat zijn om je gevoelsleven goed aan te kunnen gaan. Want als jij geen negatieve gevoelens kan voelen, ben je ook niet in staat om positieve gevoelens te voelen. Dus ook al doet het extra pijn als je dan die dingen gaat voelen en die thema's gaat aankijken, daardoor ga je ook het vermogen ontwikkelen om ook mooie dingen nog beter bij je binnen te laten komen. Dus daarmee gaat je kwaliteit van leven gaat ook steeds meer, wordt nog hoger. Dus goed geworteld zijn, je gevoelsleven. En dan kan je eigenlijk je leven ook eens gaan leven. En als je daarmee in het reinen bent, dan kan je ook je essentie gaan vinden van wie ben ik nu eigenlijk echt. En natuurlijk, dat blijven allemaal identiteiten die op basis van je ego zijn. En je hebt nu eenmaal een ego nodig om je in het leven te bewegen. Maar je kan een gezond ego hebben, je kan een ongezond ego hebben. En naarmate je steeds beter op je plek staat in je fontein, dan kan je steeds meer gezondere ego's of een ego hebben die je gewoon het vervoersmiddel in je dagelijks leven is. Ja, en dan kan je ook bij momenten komen dat je je leven echt kan gaan vieren. En ja, ga jezelf niet klein houden of inhouden. Het pak in de goede zin, ontvang wat er voor je is. En want het is zonde als je het kleine mooie al niet kan ontvangen. Dan kan je het grote mooie ook niet ontvangen. En moet je kijken, als je dus heel veel ontvangt, ja, dan kan je het ook weer doorgeven. En dan, ja, prachtig. Ik ben heel benieuwd. En hoe vier je dan het leven als je dan ook rekening te houden hebt met je omgeving, die soms misschien minder snel gaat dan jij? Ja. De loyaliteiten die je natuurlijk ook wel hebt naar mensen in je omgeving. Als het goed met jou gaat, denk je van, nou ja, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Of ja, je voelt ook gewoon, ja, als ik nu echt doe wat ik echt leuk vind, ja, dan past mijn omgeving misschien niet meer bij me. Of je voelt een bepaalde loyaliteit naar ouders of familieleden of vrienden. Hoe doe je dat? Ja, dat is wederom je schuldig maken. Je schuldig. Ik heb op een gegeven moment ook in een van de laatste hoofdstukken heb ik een paragraaf beschreven van heb de moed met een D om bevoorrecht te zijn. Ja, zeker als je het als het allemaal goed gaat. Ja, doe daar iets goeds mee voor jezelf. Straal, organiseer daar iets moois mee. Laat daar mensen in delen. En als andere mensen dat niet aankunnen, dan
zegt, dan is het wederom, wat is van de ander en wat is van jou? Want als zij dat niet aankunnen, is dat niet van jou. Dat mag je weer daar laten. Daar kan je eventueel ook feedback op geven. Maar ook, wat is dan van jou? Dat jij het moeilijk vindt dat het jou goed gaat, terwijl het de ander niet goed gaat. Dus ja, dat kan je ook weer in je lichaam lokaliseren. Kan je weer ademhaling naartoe sturen om dat gevoel weer weg te werken. Dus durf dicht bij jezelf te blijven. En dat betekent dat sommige mensen in je leven, die gaan het hele leven mee. En sommige mensen die passen bij een bepaalde fase, heb je gewoon een hele mooie tijd gehad. En dat past niet meer. Zij passen niet meer bij het bewustzijnsniveau wat jij op dit moment hebt. Ja, en dan zul je wel merken dat je aan de andere kant ontmoet je, ja, als van natuur, op een hele natuurlijke wijze ontmoet je dan weer de mensen die wel weer passen bij de uitstraling en bewustzijnsniveau waar je dan zit. En dan, dat hoort er dus bij. Leven is ook iets, ook durven loslaten. Iets is voor altijd. Ja, en als je het ook echt gewoon heel... als je echt heel leeg zou willen zijn, zou je ook bepaalde mooie dingen op een gegeven moment ook weer loslaten. Want als je alles vast wil houden, ja, dan kan er niks meer bij, dan stroom je over. Dus het is een gegeven moment als je, ik beschrijf dat ook in mijn boek, van als er iets te vieren is, vier dat dan. En vier het goed en laat het dan ook weer los. En ook het feest is op een gegeven moment voorbij. Hou dat feest niet krampachtig vast, want dat feest dat is er niet meer. Als je moet vechten, moet je zeker vechten. Ga dan ook vooral ook vechten. Maar stop dan ook als je niet meer hoeft te vechten. Dus durf ergens er vol in te gaan. Maar durf ook weer los te laten en weer door te gaan. Dus dat... Dat zijn mooie thema's. Ja. Die zijn dus echt voortgekomen. Dus je merkt ook van, ik heb nu een aantal boeken geschreven. Zijn dat dan echt thema's die dan nog misten bijvoorbeeld? Ja, dus nu heb ik ook eigenlijk wel het gevoel van, het is nu als het ware rond. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik nooit meer boeken ga schrijven. Maar eerder verdieping op bepaalde onderwerpen. Ja. Maar nu heb ik als het ware het gevoel dat het hele palet er is. Ja, heel waardevol. Ja. Ik denk ook de podcast en vooral ook zo'n opstellingendag echt aan te raden als je dat niet een keer hebt gedaan, weet je wel. Ja, en begin dan gewoon een keer als representant. Maak het gewoon mee. Je komt altijd om een of andere reden op een dag. Geen enkele dag is hetzelfde, maar meestal zit er in een dag toch een bepaald thema wat een bepaalde groep ook nog weer extra verbindt. En vertrouw er maar op dat jij in die groep komt waar jij bij hoort, wat ergens iets raakt aan jouw thema, wat iets zegt over jou of over jouw familiesysteem, waardoor je dingen begrijpt. Of je maakt jezelf weer schoon doordat je geraakt wordt in bepaalde dingen. Ja, je gaat sowieso dingen leren. En ik denk ook wel een hele belangrijke om te benoemen, wat ik toen ook wel dacht van dat is wel fijn om te weten. Je hoeft niet deel te nemen. Als je daar dus als representant aanwezig bent, mag je ook de rol weigeren. Als je zegt ook ik voel me toch niet helemaal goed. Dan kun je het gewoon eens bijwonen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er honderden mensen zo meteen zich aanmelden, puur om alleen bij te wonen. Maar ik denk wel, als je helemaal bij zo'n dag bent, dat je ook wel voelt. Het zijn gewoon fijne mensen die aan zichzelf willen werken. En het is gewoon heel mooi als je daar dan ook gewoon voor een ander een bijdrage kan leveren. En vaak merk je dan ook wel dat het toch voor jezelf ook wat heeft gedaan. In ieder geval waren voor mij ook weer nieuwe inzichten die ik mee naar huis kon nemen. Absoluut. Dus zelfs ook de mensen die zeggen van, goh, ik zou heel graag zo'n dag aanwezig willen zijn. Als representant doe je dan mee, maar je mag dus altijd weigeren zonder opgave van redenen een representantenrol. En daar ben ik ook al blij mee. Sta daar. Ik geloof iedere keer als je daar bent, een mens is een ui. En iedere keer, elke schil die je dan weer kan weten verwijderen, maakt jezelf ook weer schoner. Zitten weer minder mislagen tussen jou en de wereld. Kan je weer zuiverder waarnemen, zowel naar buiten als naar jezelf. Ja, dat dient de wereld. Ja, absoluut. Zeker. Heel mooi. En even kijken. Ja, ik was ook wel benieuwd, hè? Want je hebt natuurlijk wel over levenspad gehad, over je missie en... En wat betekent echt spiritualiteit voor jou? Hoe zie jij dat? Hoe zie jij de wereld? Wat heb jij voor thema's die op dit moment spelen? Want je hebt wel echt jouw levenspad gevonden. En zijn er dingen waar jij iets aan ophangt? Ik heb bijvoorbeeld dan de laatste tijd... Nee, ik heb dus de familiesysteem heb ik een hele belangrijke plek. Ik vind astrologie, ben ik mee gestart. Vind ik heel mooi en heel waardevol voor mezelf en voor anderen. Ik heb het ongewoon gesprek met God, dat boek, gelezen. En ik heb een Akashic Reading gedaan bijvoorbeeld. Waar sta jij op dit moment? Wat zijn thema's voor jou op dit moment die jouw leven kenmerken?
eigenlijk mijn thema waar ik nu ook wel in zit, is eigenlijk ook nog meer ontvangen van het vele mooie wat er is. Het is soms zo bijna een overvloed dat ik me ook denk van, wauw, wat komt er allemaal voor moois op mijn pad? En daar volledig ja tegen te zeggen, zonder me dan inderdaad ook niet al te schuldig te voelen. Dus daar zit ik vooral in het thema. Nou, een thema wat nu ook speelt is dat mijn vader gaat niet helemaal goed. Dus de dood is absoluut ook een thema waar ik mee bezig ben. Ik ben absoluut niet bang voor de dood. Ik denk dat is vast op een bepaalde manier goed geregeld. Net zoals je weet ook niet dat je geboren bent. Onbewust natuurlijk wel, maar... Dus het thema dood vind ik op zich ook wel fascinerend. Want ik zie ook in opstellingen dat in opstellingen zien we ook heel vaak doden of representanten die dan voor doden staan, die dan of in de oorlog of gewoon door een ongeluk zijn omgekomen of door een abortus of wat dan ook. En de dood lijkt eigenlijk, ze lijken als de representanten die voor de doden staan, die lijken eigenlijk altijd best tevreden te zijn. Die doen helemaal niet zo moeilijk over als ze vermoord zijn of gewoon pech dat ze heel vroeg zijn overleden door een ziekte. Het zijn de levenden die daar vaak moeite mee hebben. En dat vind ik wel een heel fascinerend iets, dat eigenlijk de doden... bij de doden lijkt soms meer leven te zitten dan bij de levenden in opstellingen. Dus dat vind ik iets wat me gewoon fascineert. En ook, mijn vader is oud. Het gaat niet heel goed. Dus ik ben wel voorbereid op wat gaat komen op een bepaalde manier. Dus dood is absoluut ook een thema wat speelt. En verder vertrouw ik steeds meer op de beweging van het leven, zoals ik dat noem. Ik ben er verbonden met iets wat groter is dan ik zelf ben. Of je dat nou de ziel noemt of hoe, of de Tao, of weet ik. Ja, er zijn allemaal hele mooie namen voor. Maar ik voel dat ik bewogen word door het leven. Want ook als ik doe regelmatig ook de oefening dat ik gewoon stil ga staan. En dan laat ik me bewegen. Dus dan kan het zijn dat mijn hand opeens zo gaat bewegen. Of ik merk dat ik een bepaalde beweging die kant. Of ik word op een bepaalde manier bewogen. En dat is eigenlijk ook overgave aan die beweging van het leven. Dat er toch ergens iets groters is dan ik ben. Wat mij ook beweegt. Dit kan ik niet helemaal vatten. Maar ik vind het heel fascinerend. En hoe meer ik me daaraan overgeef aan die beweging die ik zelf eigenlijk niet stuur. Maar daar die juist niet tegen ga. Hoe mooier mijn pad blijkt te worden. Hoe beter ik en sneller en efficiënter ik eigenlijk op plekken kom die ik ergens wel in mijn hoofd gemanifesteerd heb van dat ik bepaalde dingen heel graag zou willen. Maar dat gebeurt eigenlijk automatisch op dit moment. En dat vind ik een heel fascinerend iets. Ja, dus je meer laten leiden door het leven, meer het aannemen van dingen, situaties. Absoluut. En het ervaren met volle teugen. Want je hebt natuurlijk al best wel wat neergezet. Ja. Ik denk al heel veel mensen geholpen. Kun je voor je voorstellen hoeveel mensen dat misschien wel zijn geweest? Absoluut niet. Nee. Als ik kijk naar hoeveel mensen mijn boeken hebben gelezen, hoeveel mailtjes en dat soort dingen krijg van mensen die ik helemaal niet ken, dat ik ondertussen ook aangesproken word op straat. Dat is ook te groot om voor te stellen. En ondertussen ben ik alleen maar heel dankbaar dat ik dat ik kennelijk dit leven mag en kan leiden. Dat ik deze, misschien wel een beetje een gave heb om iets in het systemische extra te voelen. Ik denk dat iedereen dat in essentie wel als mens in zich heeft. Maar net zoals in wiskunde, de ene heeft een wiskundeknobbel, de andere heeft een talenknobbel, en de andere die kan techniek en de andere die kan... kennelijk kan ik hier net even iets, kan ik bepaalde dingen voelen of weten. Kan ik alleen maar heel dankbaar voor zijn. En ik kan het niet verklaren, maar ik ontvang het. En ik doe daar, het vervult me en daarmee leef ik mijn essentie. En dat is eigenlijk wat ik ook steeds meer ontdekt heb van hoe meer thema's ik aan heb gekeken, hoe meer ik in aanraking kom met mijn essentie. En mijn essentie die is voor mij nog meer dan een missie. Een essentie is eigenlijk ook iets van bijna van datgene wat zich door mij wil manifesteren. En dat... En dat is het eigenlijk het laten doorstromen. En mijn missie is daarbij geworden
volgende generatie systemisch schoner te krijgen. Maar dat is een missie, dat is een vertaalslag ervan. Ik zou ook op een andere manier iets kunnen laten doorstromen. En dan ben ik nog steeds ook een heel gelukkig mens. Maar doordat ik steeds meer thema's aan heb gekeken en ook ja, iets van... ja, de wereld is groter dan wij, hier alleen de aarde en ja, een heel universum dat ook bewogen wordt. De maan, wat die allemaal voor elkaar krijgt met de getijdenstromingen. Dus ja, wie ben ik om te denken dat ik ook niet ergens door bewogen word? Dus ja, daar geef ik, ja, daar durf ik steeds meer op te vertrouwen. Terwijl ik vroeger was ik ook een wandelend hoofd van, ah, wacht. Maar ik zie dat er op een bepaalde manier voor me wordt gezorgd. Het lijkt wel, ik heb ondertussen het vertrouwen ontwikkeld dat het leven voor mij zorgt en het beste met me voor heeft. En dat wil echt niet zeggen dat ik niet af en toe pech heb. En dat heb ik echt, en ook zeker in het verleden ook, absoluut gehad. Maar ja, ik vertrouw erop dat die beweging van het leven, dat grotere, met die essentie die ik ondertussen weet van ja, liefdevolle momenten creëren door het ook te laten doorstromen. Ja, dat maakt me een heel vervuld mens. En ja, dat straal ik dan weer uit. En ik hoop dat in die energie anderen dan ook misschien wel geïnspireerd worden om dat voor zichzelf te zoeken. Want wat bij mij past, dat past niet bij een ander. Dat moet echt iedereen zelf uitzoeken. Ontdekken, ja, en, ja. En door te proberen. Soms weet je ook door iets te proberen, weet je ook iets wat niet voor jou is en wat ja, niet bij je past. Maar... ja, soms loop je een doodlopende weg in. Ja, kan gebeuren, draai je om en dan ga je weer ergens anders heen. Weet je dat dat hem niet is? Ja, precies. Ja, je hebt natuurlijk los van de boeken, de podcast en de opstellingendagen, mm-hmm. Ook een online programma. Waar je volgens mij heel blij en ook heel gelukkig mee bent, als ik je net zo hoorde. Nou, dat was best een klus. Want ik heb inderdaad, er is een online programma nu ook over de fontein. Dat je zelf aan de hand van een online programma met 21 modules van ongeveer 4 uur. Dat je helemaal door een diagnosemodel als het ware gaat. Je doet opstellingen met jezelf. Ik heb heel, heel veel video's opgenomen waarin ik je begeleid. En 2 werkboeken van 2x150 pagina's die je dan helemaal erdoorheen begeleiden. Om dan uiteindelijk... hopelijk eerst de diagnose, waar sta je in die fontein? En dan, ja, hoe kan je afdalen? En hoe kan je dan ook blijvend, hopelijk daar te blijven staan? En dat is inderdaad ook een enorme klus geweest. En ook een ontdekking van mezelf, van ja, hoe werkt dat? En dan ben ik mezelf ook wel tegengekomen, want het is niet iets... ik heb liever 1-op-1 contact. Ik vind het heel fijn om jou hier in de ogen te kunnen kijken, jouw energie te voelen. Maar... ik bereik ondertussen zoveel mensen, en de fontein ook. Ik kan niet meer bij iedereen ernaast staan. En dan ben ik dus gewoon heel blij dat zo'n programma, een tijdloos programma... mensen zelf ervoor kunnen zorgen dat ze zelf door dat programma heen kunnen gaan. Ja, zo zijn het dus eigenlijk voor iedereen zijn er programma's. Dus je hebt een boek, ja, als mensen niet lezen, heb je heel veel podcasts ook. Ja. Los van deze zijn er nog veel meer waar je echt heel veel vertelt. Ja. Nou goed, je kan een live dag bijwonen, of familieopstellingendag, of dus nu online vanuit huis, kun je daar misschien mee kennis maken. Dus ik denk een enorme bak aan waardevolle informatie die ik heel blij ben dat ik mijn luisteraars daaraan heb kunnen blootstellen die dat nog niet hebben gedaan. Voor de mensen die jou al kennen, hoop ik dat ik wat nieuwe thema's vanuit mijn eigen perspectief aan het licht heb kunnen brengen. Misschien net een andere kijk, net een andere vraagstelling. En ik hoop voor jou dat het ook weer een uniek en ander gesprek was. Altijd. En dat is gewoon heel mooi. Dat ook door wie jij bent en door jouw vraagstelling... ja, daar haken bepaalde mensen op aan. Dat is gewoon bepaalde energie en frequenties. Die zoeken elkaar en die vinden elkaar dan. Nou, en hopelijk kunnen we ze inspireren om gewoon... ja, de mooiste versie te zijn die ze kunnen zijn. En het potentieel wat ze hebben... dat ze daar toegang toe krijgen. En daar kan systemisch werk een heel groot heel grote puzzelstuk in zijn. En als je die aan hebt gekeken, ja, dan hoop ik dat het leven je toelacht. Ja. Ja, dat en dat jij terug kan lachen. dat is mooi verwoord. Ik denk dat ik me daarbij aansluit. Ja. Ook als je zoveel shit hebt meegemaakt al in je leven... is het zonde als je daar dan in de toekomst niet de vruchten van plukt. Ja. Beseft dat juist de mensen die veel hebben meegemaakt... tot veel grotere hoogte kunnen stijgen. Dat is in ieder geval wat mijn ervaring is. Ja. En ik hoop dat die mensen die stap kunnen, durven nemen... dat ze hulp vragen waar nodig is. Dat ze iets vinden wat bij ze past. Ja. Els, hartstikke bedankt voor jouw tijd.
Veel succes met alles wat je nog gaat doen. En ja, ik heb genoten van alles wat je hebt gepresenteerd. En ik ben heel blij dat ik dit met andere mensen heb kunnen delen. En ja, wellicht spreken we elkaar nog. Ongetwijfeld. En dank dat ik hier mag zijn. En nou, fijn dat je zoveel mensen eigenlijk uitnodigt op jouw manier. Om de thema's aan te kijken die, die nu als eerste, de eerste laag van de ui die dan aangekeken moet worden. En fijn dat je zo daarin een voorbeeld wil zijn door ook zelf open te zijn. En, Nou, dankjewel. En luisteraars, kijkers, ook weer bedankt. Tof dat jullie er waren en tot de volgende.